voetbal is in de grond van de zaak een eenvoudig spel. Twee elftallen leveren strijd met elkaar om één bal. Wanneer je eindelijk de bal hebt, schiet je die zo gauw mogelijk weer weg. Het liefst in het doel. Nog één keer dan. Wanneer je eindelijk de bal hebt, schiet je die zo gauw mogelijk weer weg. Het liefst in het doel. Een bal in het doel telt als doelpunt. Een bal naast het doel is ook een voltreffer. Voor de samenstellers van programma's als dit. Een voetbaldoel heeft van paal tot paal een breedte van 7,32 meter. Voor sommigen is dat niet breed genoeg. Anderen mikken wel zorgvuldig tussen de palen, maar schieten weer net te hoog. Want dat komt er ook nog bij. De bal moet eigenlijk onder de lat. Niet alleen is zo'n doel vaak te klein van stuk, daar komt bij dat de weg naar het doel toe vol hindernissen is en glad. Nee, aanvaller zijn is een zwaar beroep, maar het maken van doelpunten valt niet mee. Dit programma is niet bedoeld om het rood. Het 1-2'tje is zo oud als het voetbal zelf. En een medespeler heb je er niet per se voor nodig. Nog maar eens een paar kansen uit de categorie. Die had zelfs mijn grootmoeder nog gemaakt.